Ja, we hebben dit keer weer een hele mooie woning in de verkoop gekregen. Gelegen in die kindvriendelijke woonwijk. Drie Landen, deelplan Harderhout 2. En deze woning kenmerkt zich om de jaren 30 uitstraling. Vrijstaand herenhuis, statig, energiezuinig. Ja, en hier staat hij dan. Braanbergerhout nummer 65. De woning is van bouwjaar 2008 en is uitstekend geïsoleerd. Verkopers hebben er nog voor gekozen om de woning extra te verduurzamen. Beschikt nu namelijk over 30 zonnepanelen, een warmtepomp en over airconditioning. U ziet het al, een ruime oprit, nette, moderne jaren 30 uitstraling, 5 goede slaapkamers, het heeft een vrijstaande berging, veranda en het heeft nog veel meer te bieden. Ja, dit is toch echt wel een heerlijke stijl. Donkerrode stenen, glas in loodramen tot helemaal bovenin. En dan komen we binnen in de entreehal met direct aan de linkerzijde de loopdeur naar het terras. Toiletruimte. Dan hebben we echt wel een hele ruime hal. Genoeg ruimte voor een kast, garderoberuimte, meterkast. Trapopgang naar boven. Nou ja, buiten zagen we eigenlijk al hoe groot de woning was. Nou ja, en binnen merk je dat al helemaal. Hoge plafonds, gestukte muren, een fraaie PVC vloer. Vrij uitzicht aan de voorzijde van de woning. Genoeg ruimte voor die grote loungebank. Mooie moderne kast is ter overname. De gehele woning is voorzien van vloerverwarming. Airconditioning is aanwezig. Ja, hier een fijne eetkamer gerealiseerd. Open verbinding met de woonkamer en de keuken. De erker die ook weer zorgt voor dat natuurlijk daglicht. En dan lopen we hier door naar de woonkeuken. Een hele fijne woonkeuken. Van alle gemakken voorzien. En dan heeft het ook nog openslaande deuren. Richting het terras. Ja, heerlijk. Het buiten naar binnen halen. Ja, en het is echt wel een hele riante ruimte hier beneden. Nog voorzien van een praktische bergkas, maar ik neem u mee naar de eerste verdieping. Ja, weer die glas-in-loodramen die we buiten al zagen. En we lopen door naar de overloop, welke toegang biedt tot 3 slaapkamers, een separaat toilet en een badkamer. Ik laat u als eerste de slaapkamer zien. Deze slaapkamer is gesitueerd aan de achterzijde van de woning. Ja, en wat ook hier weer opvalt, net zoals wat beneden al was, de hoogtes, gestukte plafonds, ramen rondom de kamer. Ja, gewoon een hele fijne lichte ruimte. En dan hebben we aan de voorzijde van de woning nog 2 slaapkamers. Lopen we als eerste naar deze slaapkamer. Eveneens weer voorzien van veel raampartijen, van veel daglicht. U ziet het al, een grote kast is hier aanwezig. Deze is ook ter overname. Ja, en u kijkt hier ook geheel vrij weg over de woonstraat. En dan hebben we nog een kleinere slaapkamer aan de voorzijde. Die wordt momenteel gebruikt als een kantoorruimte. Maar ook hier weer aan 2 kanten raampartijen die zorgen voor veel natuurlijk daglicht. En een groot pluspunt op deze verdieping is de separate toilet die afgescheiden is van de badkamer. Ook weer een moderne uitstraling, vrijhangend toilet, fontein en middels het raam daglicht. En dan hebben we op deze verdieping ook nog een badkamer. Gesitueerd aan de achterzijde van de woning. Van alle gemakken voorzien. Voorzien van een douchecabine, 2 wastafels en een lichtbad. Ja, en middels een vaste trap komen we aan op de 2e verdieping. Nou ja, en u ziet het hier ook weer. Veel daglicht, veel raampartijen. Dit laten we u zo zien, maar we lopen eerst door naar de 4e slaapkamer, gesitueerd aan de voorzijde van de woning. Dat betreft een nette slaapkamer,
toegang middels een vliezotrap naar de bergvliering. Ja, echt een hele fijne kamer. Het kan zelfs als een hobby of een werkkamer gebruikt worden. Want in deze kast is nog een praktische bureau ontworpen. En dan hebben we ook nog op deze kamer, achter deze vaste kasten, de opstelplaats voor de wasmachine en de droger. En dan hebben we op deze verdieping ook nog een toilet. Dus we hebben 3 toiletten in de woning. Op de overloop nog voldoende opbergruimte achter die vaste kastenwand. Ja, en dan hebben we hier aan de achterzijde de 5e slaapkamer. Ja, en dit is toch echt wel de eyecatcher van de woning. Moet u toch eens kijken. Wat een fijne ruimte. Hoogte zien we hier. Hij loopt helemaal door tot in de nok. Veel daglicht. Voorzien van een elektrisch bedienbaar dakraam. Met buitenzonwering. Beschikt hier tevens nog over airconditioning. Ook hier weer vloerverwarming. Gestukte muren. Ja, en dan heeft het ook nog een ensuite badkamer. Ja, en binnen hebben we alles gezien, maar er is natuurlijk ook nog een buiten. Ja, en dit is toch echt wel een heerlijke buitenruimte. Grote riante overkapping, voldoende ruimte voor die grote loungebank. We hebben hier zelfs nog het eetgedeelte, waar u heerlijk met vrienden en familie kunt barbecuen. Terwijl de kinderen spelen in hun eigen heuse speelhuis. Ja, dit is toch een heerlijke achtertuin. U kunt geheel rondom de woning lopen, diverse terrassen. Beschikt nog over een vrijstaande berging. Aan de achterzijde geen inkijk, veel begroeiing, veel privacy. Ja, dit is toch wat u wilt? Ja, wilt u deze woning nou in het echt bekijken? Neem contact met ons op via 0341 456 424 en wij leiden u hier graag rond.